Welkom op de boot, Duivenmis. Die met bemand wordt door de Fokker en Stork Young Professionals. We zijn nu ons op te maken voor het tweede rak. We liggen in de sluis. En ja, dat is natuurlijk een rak die we wel willen winnen in tegenstelling tot de vorige. We staan nu hier naast schipper Ali, de schipper van deze boot. En we wouden van hem heel graag weten wat nou zo speciaal is aan deze boot. Dus schipper Ali, wat is nou zo speciaal aan deze boot? Nou, dat is het leukste, het mooiste boot sowieso, van buiten af gezien, van binnen ook. Ja, beste, leukste crew, beste bemanning ook. Dankjewel, bij deze race, dus ja, geen discussie toch? Nee, absoluut geen discussie. Dat maakt. En stel, je krijgt €2000 om die boot nog beter te maken dan die al is. Ja, dan hebben we een hele speciale windmeter nodig. Waarschijnlijk voor zo'n evenement als dit, weet je wel. Om precies af te kunnen lezen, precies te zijn, te kunnen stemmen. En zorgen dat we wel kunnen winnen. Ja. En eventueel nog andere mogelijkheden? Ga maar voor die windmeter. Het zeiltje zou nog leuk zijn, met extra zeil. Vlieger heeft de boot nog nooit gehad. Dus nou, 30 vierkante meter extra. Het zou helemaal top zijn. Het zou ook leuk zijn, ja. Nou, hartelijk bedankt. Wij gaan het tweede rak in en wens ons succes. Ja.